Welkom, zijn we weer. Vandaag, dit filmpje, kort even over mutaties. Wat zijn mutaties? En wat voor gevolgen hebben ze? Nu, mutaties, die komen voor in het DNA en die hebben gevolgen voor je fenotype, zou kunnen. Hè? In ieder geval gevolgen voor je genotype. Dat begrijp je, want je verandert je DNA. Dit is het bekend, DNA in het zwart. Dit is ons gen. Ons gen wat in de originele vorm zijn we eerder tegengekomen. 3 aminozuren zal gaan produceren. Dus een eiwit van 3 aminozuren. Dit is het originele mRNA. En dat mRNA, dat wordt afgelezen. Dat wordt gemaakt in de kern. En dat wordt uit de kern gedaan. Dit is het originele. Ja? Normale mRNA. Wat door een ribosoom wordt afgelezen. Hoe deed dat ribosoom dat ook alweer? Met behulp van 3 letters, 3 stikstofbazen. Die 3 die vormden een code, codon heette dat. En die codon die wordt afgelezen door het ribosoom. Als je het nog weet herinneren, eerste AUG, ook wel het startcodon genoemd. Codeert voor methionine, UGG, DRUP en AGU. Serine. Oké, dit was onze tripeptide, 3 aminozuren, tripeptide. Nu gaan we iets doen. Nu gaan we dat DNA, pak even een stift bij, het DNA gaan we veranderen door iets. Stel je voor dat DNA verandert. Het DNA verandert op zo'n manier dat het mRNA ook verandert. En hier is het mRNA te zien. En je zou kunnen voorstellen dat hier de tweede stikstofbase, wat AUG was, verandert in ACG. En vroeger codeerde dat voor methionine, nu codeert dat voor THR. Nou, hoe ziet de rest van dat eiwit uit? Gelukkig hebben we nog steeds 3 aminozuren. 3 aminozuren, waarvan de 2 hetzelfde zijn, alleen die eerste is veranderd. Zo'n mutatie, verandering, noemen we substitutie, omwisseling. Ja? De ene letter vervangen door de andere. Zo makkelijk is het. Een ander soort van mutatie is een deletie. Delete, denk daar maar aan. Wat gebeurt er? Die letter verdwijnt. Dus welke letter zou dat zijn op het DNA? Dat zou in dit geval de U zijn. Hier zo. Stel je voor, deze verdwijnt. Die A verdwijnt. Wat gebeurt er dan? Nou, er wordt natuurlijk mRNA gemaakt. En deze U, die zal er dan niet zijn. Die is verdwenen. En wat hebben we dan? Dan krijgen we een heel ander codon. In plaats van AUG staat een AG. Die U slaan we over, die is er niet meer immers. En we pakken de U van een volgende codon. He, want het ribosoom leest het af per 3 stikstofbazen. Dus nu wordt onze code AGU. AGU zoeken we op in onze BINAS-tabel. Die staat voor serine. Ser. Nu gebeurt er iets raars, want dat ribosoom schuift door naar de volgende 3 bazen. En die ziet hier GGA staan. En dat GGA, dat codeert voor gli. Nu had hij er nog maar 2 over. 2 stikstofbazen. En dat ribosoom, dat kan niks met 2. Hij heeft er altijd 3 nodig, dus hij houdt het voor gezien. Hij stopt ermee. Dit is het eiwit wat hij gaat maken. Meer informatie heeft hij niet. Hij kan er dus voor de rest niks van maken. En hij stopt hiermee. En hij heeft dus een eiwit van maar 2 aminozuren. Dus we hebben geen tripeptide, we hebben een dipeptide. Die peptide bestaat uit ser en gli. En dan zie je een enorm verschil met het eiwit wat wij in eerste instantie hadden. Dus, een mutatie in het DNA zorgt voor een totaal ander eiwit. Dat kan niet een groot probleem zijn, hè? Dat zou goed kunnen, dat er niks aan de hand is. Maar het zou ook voor iets heel essentieels kunnen zorgen. Nou, ik heb hier iets uitgeveegd. Bijvoorbeeld, dit eiwit zou wel eens nodig kunnen zijn in de celcyclus. Je ziet hier de celcyclus staan, je weet de M, mitosefase, groeifase, synthese van DNA-fase, volgende groeifase en weer de M-fase. Stel je nou voor dat al deze, van de ene fase naar de andere, zitten controlepunten. Stel je nou eens voor dat dit eiwit nodig is voor het controlemechanisme van de cel.
Dit controlemechanisme zorgt ervoor dat die cel pas gaat delen, mitose, op het moment dat die is uitgegroeid. Heel essentieel, lijkt me toch. Hier was het goed, maar we gaan iets doen. Welke van de mutaties het dan ook is, maakt niet zoveel uit. Het eiwit is anders. En dat zou wel eens kunnen zijn dat dit controlemechanisme niet meer klopt. Wat gaat die cel dan doen? Die gaat eerder delen dan goed voor hem is. En die gaat dan dus vaker delen. Maar dat zou kunnen zorgen voor kanker. Kanker is een vorm van deling van onze eigen cellen. Die geen controlemechanisme meer nodig hebben. Heel problematisch natuurlijk. En waardoor kan het nou komen? Nou, door mutagene stoffen of door straling. Dat zou een voorbeeld zijn. Straling kennen we allemaal. Mutagene straling, kankerverwekkende straling. Dan denken we al vaak aan radioactiviteit. Mutagene stoffen, kankerverwekkende stoffen, dat kan van alles zijn. Ja? Roken is een heel goed voorbeeld van mutagene stoffen. Er zitten duizenden stoffen in sigarettenrook. Die breng je in je longen. En die longen, die longcellen dus, ja, daar maak je het DNA van kapot. Oké? Dus het hele probleem van mutatie, het gebeurt vrij regelmatig. En gelukkig heeft het niet altijd grote gevolgen. We gaan hier met een paar opdrachten, gaan we hier verder op in. Ook weer essentieel voor de biologie. DNA, eiwit, dat eiwit is ergens voor nodig. Een cel maakt nooit zomaar een eiwit. Het eiwit moet altijd ergens nodig voor zijn. En in dit geval was dat eiwit nodig voor een controlepost. Grote gevolgen kan het hebben, mutaties. Hoe en wat precies, we gaan er verder op in. Dank voor je aandacht.